Dag reviewvrienden, hoe is het daar? Hier is het goed. Meer valt er niet te zeggen. Maar wat zit er toch onder dat doosje? Wat heeft Ahmed je opgestuurd? Dat is voor jullie een vraag. En voor mij tot nu toe ook. En nu is het weet. Ah, weer mixdrankjes en blikkies, deel 2. Haha, leuk. Had ik vorige keer allemaal soorten rum en cola en Berenburg en cola. Nu is 3 andere blikjes. We hebben hier Eristoff, Red Flash, wodka-based mixdrink. Ja, iets met wodka. 5% zit erin, want meer alcohol mag er niet in zitten. Dus dat is een mixie met een heel klein beetje alcohol. Ja, en ik denk extra verlaagd dat het verkoopbaar is in de supermarkt. We hebben hier gin en tonic. Nou, dat vind ik wel lekker. William Lawson, cola en Scottish whisky. En daar heb ik een probleempje mee. Ik hou van een borrel, geef ik eerlijk toe. Ik heb er ook niet veel moeite mee om toe te geven. Alleen over whisky heb ik een beetje een moeilijk verhaal. Whisky en ik zijn een lastig huwelijk. En dat heeft te maken met een akkefietje van pak een beetje tandgreet 29 jaar geleden. Oom was 15 en ik sliep bij een vriendje, vriend Paul. En Paul, zijn ouders waren niet aanwezig en de vader van Paul had een enorme drankvoorraad in een kelder. En toen dachten Paul en ik dat het een heel goed idee was om met je twee een fles whisky leeg te zuipen. Dat was achteraf geen goed idee. Ik werd 's morgens wakker, voelde me een lichte beroerdheid bij mij opkomen. Keek voor mij en daar stond die fles tot het bodempje leeggesopen. En dat is niet handig als je een volwassen grote man bent, maar als je 15 bent is dat sowieso niet te doen. Dus sindsdien als ik whisky zie, begin ik al een beetje... als ik whisky ruik, is het... Ik heb nooit meer whisky geproefd. Omdat ik whisky namelijk het meest smerige goedje van de wereld vind. Omdat ik toen, ik denk, een week ziek ben geweest. Ik had een delirium. Serieus, ik was letterlijk dood en doodziek. Dagenlang kon niet eens een paar druppeltjes water tot me nemen. Want dan ging het er weer uit. Dus, ja. Ik heb moeite hiermee. Ik heb moeite met dit blikje. Maar goed, we zijn hier om te reviewen. Dan maar overgeven. Dan maar gewoon full Monty laten zien. Hoe beroerd ik ervan word. Alleen ik neem hem wel als laatste. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Gadverdikke. Over het algemeen drink ik geen sterke drank. Waarom? Omdat je met sterke drank best wel snel dronken wordt. En dat vind ik altijd zonde van mijn avond. Want dan zit je na 1,5 uur een beetje... voor je uit te lullen. De volgende dag word je wakker. Weet je eigenlijk helemaal geen moer meer. En heb je een verschrikkelijke kater. Dan kun je beter gewoon 20 bier drinken. Voel je ook niet echt heel erg lekker. Weet je wel nog wat van de avond. Maar krijg je wel een enorme pens. Dus het is, ja, het is de keuze die je moet maken in het leven. En zo is het leven nou eenmaal. We beginnen met de wodka. Eristoff Red Flash. Wodka-based mixdrink. Wodka-based. Ja, ik weet niet heel veel wat dat betekent. Behalve dat er een beetje wodka ergens in zit. Maar ik geloof niet dat het heel erg sterk is. Maar wat zit er voor de rest in? Is de vraag. Gadverdamme. Ja. Dat is potverdomme weer een energy drink. Ik heb even gekeken. Het is een soort wodka Red Bull zonder Red Bull. Dus het is wodka met een goedkope nep Red Bull. En dan een beetje wodka. Het smaakt naar hagelballen. Het smaakt niet eens naar drank. En ik vind het niet lekker. Overigens dronken we dat vroeger dus wel. Rode wodka Red Bull. Vandaar waarschijnlijk Red Flash. Ja, dat was dus rode wodka en dan mieten ze dan een blikje Red Bull in. En het grappige effect was dus dat je dus van de drank slap werd en dacht van, oh god, ik wil naar huis. En van de energy drink dacht van, we gaan al lang niet naar huis. Dus uiteindelijk lag je s'avonds in je bed, wel een beetje bezopen, maar wel hyper de pieper de pieper de pieper. Dus ja, dat waren ook niet de beste avonden. Ik kan me wel herinneren dat ze wat lekkerder smaakten dan dit. Dat heeft te maken met de kwaliteit van het energiedrankje wat hierin zit. Waar ik per definitie al niet heel erg groot voorstander van ben. Ja, en dan een soort kinderwodka erbij. Het is ook bitter. Het is... niks met lekker te maken. Gin tonic daarentegen vind ik wel lekker en dat nuttig ik wel eens. Vind ik lekker. Mijn lievelingsgin is Hendrix. Hendrix gin met een beetje komkommer en een Fever Tree tonicje. Ja, ik ben wel een kennertje. En dan kloekie. En dan denk je, nou, dit was een lekker limonadetje. Daar lust ik er nog wel een paar van. En na 4 denk je, goh, wat heb ik mezelf aangedaan. Laat ik maar weer gaan bier drinken. Overigens heb ik dat Bombay Sapphire, wat dit is ook een goed wodkaatje hoor. Of wodkaatje, een ginnetje, drink ik ook wel eens. G&T is een Engels drankje, gin en tonic. Dat drinken die mensen bij het ontbijt geloof ik. En dat is prima te doen. Hij ruikt naar G&T. Hij smaakt naar... Hij smaakt eigenlijk naar tea. Dus eigenlijk meer tonic. Heel ver weg in de bodem van de put. Een paar druppeltjes gin. Ja, ze kunnen er natuurlijk ook niet 40% gin erin mieteren en al in de supermarkt verkopen. Ik snap het probleem ook wel. Maar deze... is gewoon een frisse tonic met een heel klein oeplepoepsie gin smaak. Deze is lang niet vies. Overigens hou ik gewoon heel erg van tonic en bittere dranken. Daar hou ik gewoon van. Vind ik lekker. Dus deze is best wel goed. Deze, dit is vergif. Hier kan je denk ik je spaken mee schoonmaken. Godsamme kraken. Het probleem is dat ik dus nu aan de whisky moet. Na 25 jaar. Nee, dan zeg ik 29 jaar. Goed. Alles voor de reviews. Alles voor de reviewvrienden. Gewoon maar doen Jan. Gewoon maak maar open en proef het maar. Want deze whisky is natuurlijk ook niet echt een hele sterke, super heftige whisky. William Lawson's cola en Scottish whisky. Ja hoor, ruikt gewoon een whisky. Nou, daar gaan we. Ik begin al gelijk. Het begint al gelijk. Het is ongelooflijk hè. Mijn hersentjes die hebben bedacht, whisky, dat moet je niet nemen vriend. Daar word je niet goed van, dat moet je niet doen. Ik ruik het en ik begin gelijk. Het probleem is natuurlijk met deze, is dat deze whisky, Williams Lawson's, dat is bekend als een aardig whisky. Niet, is natuurlijk helemaal niet top. Maar ze hebben hier natuurlijk niet, laten we zeggen, mijn lievelingsmerk cola ingemieterd, namelijk Coca-Cola. Ook niet B-merk Pepsi-Cola. Ze hebben natuurlijk gewoon een goedkope cola erbij gegooid. Als ze al een echte cola erbij hebben gegooid in plaats van een eigen gemaakt limonadetje. Nou, daar gaat hij dan. Allemaal jeugdtrauma's vliegen door mijn hoofd. Alleen het is niet heel erg sterk. De cola als zich. Is niet heel vies. Het is niet een hele vieze cola. De whisky smaak is wel echt whisky. Ja, daar ga ik niet erg lekker op. Alleen het is niet vies. Zet ik heel eventjes mijn problemen met whisky aan de kant. Ja, eigenlijk gewoon te doen. Ja, is best te doen. Niks mis mee. Behalve dan dat er nu verschillende organen beginnen te gillen tegen me. Niet alleen mijn hersentjes. Levertje, niertje, maagje. Iedereen roept, Jantje, waar ben je mee bezig? Dit zou je nooit meer doen. Waarom doe je dat nu nog wel? Sorry, maagje, levertje, niertje en hersentjes. Dit zijn reviews. Ik kan het moeilijk zeggen, want ik het niet drink. Snap je? Mixdrankjes in blik uit de supermarkt. Is niet helemaal mijn ding. Wat ik al zei, ik drink niet graag sterke drank. Maar als ik dan godverdikke sterke drank drink, dan moet het verdikke nog sterk zijn ook, of wat? Ja, waarom anders doe je ervoor? Hè? Het is net zo goed dat je een Formule 1 wagen alleen in zijn 1 mag rijden. Dat is toch ook geen moer aan? Nee, dan moet het wel in één keer dat je denkt, jongen, wat een sterk drankje is dit. Ja, dit is gewoon een fris drankje met een beetje, met een klein knipoogje. Tijd voor de cijfertjes, want daarvoor doen we dit allemaal, dit spektakel. Absoluut onderaan is dit drankje. Wodka, Beest, Red Flash, Mixdrank. Dit moet rode wodka Red Bull voorstellen. Het is niet te zuipen. De energy drink is gewoon van bittermagere kwaliteit. De wodka proef je eigenlijk nauwelijks, maar dat zal er ook wel in zitten. Het smaakt echt naar bittere but. Het is echt heel erg goor. Als je toch stiekem wat wil drinken en je bent jong en je denkt, nou potverdikke, ik kan zo'n blikje toch kopen in de supermarkt. Doe dan niet deze. Want die ben je voor de rest van je leven genezen. Oh, mooi. Deze krijgt van mij een 3. Waarom? Smerig. Voor niet te suipen. Verschrikkelijke smerige ding. De William Lawson Scottish Whisky Mix. Krijg geen onvoldoende. Weet je waarom niet? Omdat het flauw is om mijn jeugdzondes af te reageren op dit blikje. Wat kan dit blikje daar doen? Of meneer William Lawson zelf. Dat ik vroeger mezelf te goed heb gedaan aan een enorme bel whisky. Terwijl ik gewoon echt nog een kind was. Maar ik ga eventjes af op de smaak. De meeste mixdrankjes met cola, van niet een goed merk cola, zijn niet te bunkeren. Dit is eigenlijk goed te doen. Ja, dus gewoon een prima colaatje met een klein knipoogje whisky. Kan gewoon, helemaal niet vies. Deze is gewoon een 6 waard. Zo. Voel me helemaal genezen. Voel me weer helemaal, alsof ik mijn hele problematiek met whisky heb weten op te lossen met een paar slokjes. Dat is niet waar, want ik vind het nog steeds verschrikkelijk. Maar goed, de winnaar is de G&T. En dat is niet gek, want G&T is een verschrikkelijk goede combinatie. Tonic is lekker, gin is lekker. En samen hebben ze een prachtig huwelijk. En dan flikken ze dat dan in een blikje. En dan denk je, ja, dat wordt natuurlijk niks. Want ja, goed, het is allemaal een beetje, laten we zeggen, troebele gin en een beetje troebele tonic bij elkaar. Het eerste zou misschien wel kloppen. Het tweede niet. Het is gewoon een goed bitter tonnetje. Met een heel klein beetje gin erin. Helemaal niet vies. Best wel te doen. Ik denk dat dat lekker is voor op het strand. Deze krijgt gewoon een 7'tje van ome Jan. Nou mooi. Lekker. Nou, eigenlijk niet lekker.